Heb je het gezien vorige week? De RKC Today Crossbar Challenge. Toen had Pieter Langendijk er slechts één. Ik hoop dat hij ervan bekomen is. Hij heeft in ieder geval genomineerd voor vandaag. Daan Rienstra. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Met u ook? Met u ook. Nou, gaan we zo beginnen. Nou, gelijk naar de ballen dan. Hup. Is Pieter trouwens al bekomen? Dat wil ik wel weten. Ja, ik woon met Piet samen en die zet dit makkelijk over zich heen. Oh, jullie zijn een stelletje? Gewoon homies. Echte homies. Ja. Geen misverstanden, geen stel. Ik had het niet verwacht, de beste speler van de selectie, dat hij er maar één oplegt. Maar hij zei ook al, ik ben ook meer een goaltjesgetter natuurlijk. Hè? Dus ik schiet ze in het doel in plaats van op het doel. Ja, daar oefenen we ook op toch? Hè? Ze moeten eigenlijk daarom. Dus doel. Wat verwacht jij ervan? Ja, ik leg in ieder geval meer dan één op. Meer dan één. Succes. Dankjewel. Ja, wacht maar even, want ik vergeet dus helemaal te vragen. Heb jij een techniek? Nou ja, een beetje met gevoel proberen de bal op het latje te krijgen. Het gevoel, daar is hij weer. Het gevoel. Die had Mark ook een paar weken geleden. Nou, dan leg je de bal neer. Waar wil je hem hebben? Je mag hem zelf wegleggen van mij. Een beetje hier naartoe. We komen steeds dichterbij, Daan. Nou, dan moet er toch wel eentje op, hè? Ja, minimaal. Hey, die willen we horen. Wat was je gevoel nu? Ja, ik ben nog niet zo je heel bent blij. Niet zo explosief in je gevoel. Eentje erop passen van de, ja. Wat is het? Je hebt Pieter nu geëvenaard, hè? Je huisgenoten. Daar ben ik blij mee. Dat bedoel ik. Daar ben ik blij mee. Kom op! Eentje erop, ik word gelijk uit mijn concentratie gehaald. Ja, sorry. Nou, dan gaan we weer. Nee, ja, dan hebben jullie in ieder geval iets om te delen thuis. Dat is dan wel. Het zijn echt broertjes, hè? Dat zie je, maar echte homies. Dit heb je gewoon gedaan voor hem, hè? Ja, ik zei wel van, als jij er één op schiet, schiet ik er ook één. Nou, dat vind ik echt heel sympathiek. Mag ik een applaus voor onze Daan? Ga je op bord schrijven, Daan? Ja, is goed. Eronder of ernaast? Doe maar ernaast. Hè. Daarnaast? Ja. Echte broertjes naast elkaar. Echte homies, hè? Ja, echte homies. Omdat jij dat zegt? Zo dan, ja? Ja, zo zie ik dat graag. Dankjewel. Wie de volgende keer? Frank van Mosseveld. Zit nu momenteel op kantoor, maar hier ook profvoetballer geweest. Ja, ik ga ervan uit dat hij of hiernaast komt, of gewoon de vijf haalt en de eerste wordt. Dus alles of niks. Alles of niks voor Frank van Mosseveld de volgende keer in de RKC Today Crossbar Challenge. Tot dan.